in de categorie Sportvrouw van het jaar 2016. Geen record is veilig voor deze vechtlustige dame, Samantha van Lokven. Zij legt de lat steeds hoger. Tanita Hofmans. Alleen een speedboot gaat sneller door het water. Amber Kraak. Samantha heeft als 21-jarige karateka al meerdere NK-rijtjes op haar naam staan. Ze was de eerste Nederlandse kata-dame bij een EK en WK en debuteert waarschijnlijk als eerste en enige Nederlandse deelnemster aan de Olympische Spelen in Tokio, waar ook de karatesport zijn primeur beleeft. Papa! De 22-jarige ervaren atlete Tanita Hofmans richt zich pas sinds 5 jaar volledig op het hoogspringen. Een sprong van 1,75 meter leverde haar dit jaar een zilveren medaille bij het NK Indoor Senioren op. Haar goede prestaties zijn niet alleen een opsomming van talent, techniek en trainen. Zie ook maar eens te winnen van haar winnersmentaliteit. Nederland lijkt er met Amber Kraak een nieuw en groot lichtgewicht roeitalent bij te hebben. Deze 22-jarige studente economie weet wat ze wil. Dat bracht haar afgelopen jaar goud op het podium bij het WK roeien in Rotterdam. Op naar meer medailles en wereldbekers, is het antwoord als je naar haar ambities vraagt.